Dit is de uitleg van alles apart. Bladzijde 67. We gaan vandaag leren hoe je uh, de laatste letter met een p-klank schrijft. Of je dan een b of een p schrijft. En als je een t hoort, of je een d of een t schrijft. Oké, okay. kijk maar mee naar het soort woorden dat ik bedoel. Um, als je woorden hebt. Zoals geit. Dan hoor ik een T, maar dan weet ik niet of ik een D of een T schrijf. Daar is een regel voor. Wil je weten wat de laatste letter is? Maak het langer, dan gaat het nooit meer mis. Dus met langer maken bedoelen ze dan vaak dat je van enkel fout meervoud maakt. Kijk maar mee. Bij bijvoorbeeld hond. Je zegt honden en niet honten. Je hoort een D, dus je schrijft hond. Bij handschoen, je hoort weer een T-klank. Uh, dit is een samenstelling, een spookhuiswoord. Handschoen. Het stukje hand kun je losmaken en langer maken. Je zegt één hand, twee handen. Je hoort een D. Je schrijft dus handschoen met een D. Bij straatfeest is dat hetzelfde. Ook een spookhuiswoord, maar die heeft zelfs twee T-klanken. Uh, je hoort straat, feest. Het woordje straat, je zegt straten. Je zegt ook feesten. Je hoort dus twee keer een T. Je schrijft dus straat, feest. Als we dan weer teruggaan naar het woordje geit. Eén geit, twee geiten. Ik schrijf dus een T. Ik wil weten wat de laatste letter is, dus ik maak het langer dan gaat het nooit meer mis. Een agent, twee agenten. Groot. De grote man. Grote hoor ik. Ron. Dat moet zijn rond. Ik hoor een T. De ronde bal. Hé, hey, daar hoor ik een D. Magneet. Eén magneet. Twee magneten. Dus zo kun je die woorden langer maken. Dan heb je diezelfde uh, regel bij woorden met een P of een B. We hadden bij het vorige thema het woordje app gehoord. Dat schreef je met een B. Ehm. Um, Maak het woord langer. Dan hoor je wat je moet schrijven. Probeer het met de volgende woorden: Tra. Trap. Trappen. Schrijf je met een p. Klomp. Die je aantrekt. Klompen. Schrijf je met een P. Schub, Schubben. Van een vis. Schrijf je met een B. Grap. Ik maak een grapje. Grappen maken. Schrijf je met een P. Web, een spinnenwebben. Schrijf met een B. Een krib, kribben met een B. Dus dan wordt het. Trap. Klomp, klompen. Schub, schubben. Grap, grappen. Web. Webben. Spinnenwebben. Een kribben, Krip. Schop. Kri We schoppen tegen de bal. En stop. St We stoppen ermee. Dus zo schrijf je dat. Let op. Soms kun je een woord met een B en een P schrijven. Je moet dan op de betekenis van het woord letten. De broek zit krap. De krappe broek. Maar de krab, die uh, in de zeeleven schrijf je, de krabben. Die schrijf je met een B of een P. Vul in, B of P. De baby draagt een slap. Dat is een slabbetje met een B. De baby draagt een slap. Het koord hangt slap. Het slappe koord. Dus dat is ook twee mogelijkheden, afhankelijk van de betekenis. Oké. Okay. Dan gaan we nu kijken of we B of P ook kunnen toepassen op deze woorden. Schrijf je met me mee? Een web. Webben, spinnenwebben, die hebben we net gezien. Rib, je ribben in je ribbenkast. Die je. Bij je hart zitten, je ribben. Met een B. Klap. We klappen. We geven applaus. Klappen. Met een P. Dorp. Een dorp, dorpje, dorpen. Waar je woont. Schub van een vis. Schubben van de vis. Met een B. Dus zo kun je deze regel. Toepassen. Um, dan mag je nu met me meeschrijven bij de weekwoorden. Alleen die, um, die antwoorden die ga ik op de website zetten. Schrijf maar in je schrift. 1. Het web. Nou, die hebben we net met elkaar geoefend. Als je nu te snel gaat, dan zet je hem gewoon even op pauze. 2. De roltrap. Schrijf deze over in je thema-schrift. En kijk welke letter er achter moet. 3. De achterkant. 4. Het straatfeest. 5. Het voorbeeld. 6. De krab. Dus het dier. 7. De klapsoen. 8. De bladzijde. 9. Het antwoord. Deze woorden die schrijf je dus allemaal in je thema schrift en dan schrijf je hoofdstuk 9 bladzijde 68. En dan zet je er of een d of een t bij of een b of een p vul je in. De antwoorden die zet ik de dag erna op de website. Uh, als je hiermee klaar bent dan ga je zelfstandig werken en dan pak je je alles in één werkboek Of alles-apart-werkboek, sorry. Dan ga je naar bladzijde 34 en dan mag je spelling 1, vul de goede letter in. Dus twee magneten, zijn hebben hem al voor je langer gemaakt. Ik zie een T, dus je schrijft één magneet. Twee draden, één draad. Ik zie een D als ik hem langer maak, dus schrijf ik draad. Hier vul B of P en schrijf het hele woord op. Hier maak je hem ook weer langer. Is het webben of weppen? We hebben spinnenwebben gezien, dus die krijgt een B. En dan schrijf ik dus het hele woord erna op: web. Vul D of T in en schrijf het hele woord op. Straden of straten. Het is natuurlijk één straat, twee straten. Schrijf ik het woordje straat op. Zo ga je al die woorden af en dan staat er nog D. Vul D of T in en doe de opdracht. Kies een sprookje. Rood, kapje, bellen en het beest, het lelijk eentje. Schrijf nu twee zinnen over dat sprookje. Gebruik twee van deze woorden: pad, feest, vreemd, riep of land. Ja, probeer daar zinnen van te maken. Als je daar vragen over hebt, dan stuur je mij even een berichtje of een mailtje. Als je een zin hebt gemaakt, mag je hem ook sturen. Kijk ik hem na. Goed? Oké, okay, nou heel veel succes. En ik hoor het wel als jullie een vraag hebben.